This program is powered by Futurola. Yo, dames en heren, mijn naam is Onkel Omar, ook wel bekend als Oma, Omar, ook wel bekend als de meest aantrekkelijke jonge man op deze fucking aardkloot. En je kijkt naar Drive By met o dog Yeah. What up, what up, what up? A new week, new Drive By, new news, new fashion, new alles the volmans, the scoops. Ik geef het je allemaal in een korte five minuten. Welkom bij Drive By. Headlines. Redlines van deze week. Justin Timberlake, MacLemore en Ryan Lewis. Vijf nominaties tijdens de IMA 2013 in de Ziggo Dome. De Nederlandse kickboxfilm Wolf, acht keer genomineerd voor de Gouden Kalf. Vrouwen betalen steeds vaker eigen verlovingsring. En Mark Jacobs gaat Louis Vuitton echt verlaten. De muzikale terugkeer van Justin Timberlake en de doorbraak van MacLemore en Ryan Lewis... hebben beide ex-vijf nominaties opgeleverd tijdens de IMA 2013 in Amsterdam Ziggo Dome. Je kan stemmen tot en met 8 november en zij hebben de vijf, maar degene die eigenlijk vier nominaties hebben, waar je ook nog steeds voor kan stemmen, zijn onder andere Lady Gaga, Justin Bieber, Miley Cyrus en natuurlijk en natuurlijk Eminem. De Nederlandse kickboxfilm Wolf Favoriet bij Gouden Kalveren. Het Nederlandse kickboxdrama Wolf is met acht nominaties dit jaar de koploper in de race voor de Gouden Kalveren. De uitreiking vindt plaats op 4 oktober. En jullie kunnen tot nu toe nog stemmen. Vrouwen betalen steeds vaker hun eigen verloofde. If you like it, then you should have put a ring on it. If you... Iedereen kent dat liedje van Single Ladies van Beyoncé. Maar heel veel vrouwen wachten tegenwoordig dus niet meer totdat de man op de knie valt met de ring. 54% van de vrouwen geeft aan mee te willen betalen aan hun verlovensring. Waar echter 46% van de vrouwen, dames, 46% van de vrouwen die nog steeds traditioneel zelf zelfvervraagd wil worden en dat de man het gewoon zelf moet betalen. Kijk, ik bedoel, ik heb geen problemen met te doen wat ik zou moeten doen voor mijn vrouw als ik het zou willen doen. Maar laten we wel heel eerlijk zeggen, als de recessie het niet toelaat, dames, en you still love me, dan shit, damn it, that shit with me. Cause I'm still the same lovable person, you know what I'm Oké, anyway, 46% pijst er dus niet over. Ik ben eigenlijk stiekem bedenkt hoe jullie vrouwen aan de andere kant daarover denken. Marc Jacobs gaat Louis Vuitton echt verlaten. In de afgelopen maanden is er heel veel gespeculeerd of hij wel of niet zou vertrekken. Nou, het blijkt waar te zijn. Na 16 jaar gaat de modeontwerper het Franse modehuis verlaten. om zich volledig te kunnen richten op zijn eigen label. Videoclips. Elke week hebben we natuurlijk ook weer de nieuwe videoclips voor je. En deze week zijn het deze. Je broer omlaag afkomsten van Broederschap EP. Joe, Workshop Piet Bokusam. Kisha Ko, I choose you. En de nieuwe van Rihanna, For it Up. Music, Mixtape Meek Mill, Dreamchasers 3. Je broer, Broederschap EP. Nelly, M.O. En Justin Timberlake, The 2020 Experience. Oh, ja? Yeah? Oh, 18 april 2014. Justin Timberlake Concert 2020 Experience in de Gelderdoom. De kaartverkoop is begonnen. En ja, wij hebben er als allochtonen toch een klein beetje handje van om dingen op het laatste moment te willen doen. Doe dat niet, Gelderdoom is kleiner dan al die andere venues. Dus haal je kaarten. Dit was de Real 411. Meer dan deze kon ik je niet geven. <laughs> Prachtig. Event. 5 oktober. Sexy CDD met Live of States Cisco. In Club Lustig, Den Haag. 8 oktober MacLemore en Ryan Lewis in de Heineken musical. 15 oktober Bruno Mars de Moonshine Jungle Tour in de Ziggo Dome Amsterdam. Amsterdam Dance Event (ADE) van 16 oktober tot en met 20 oktober. 18 oktober David Guetta en DJ Chucky in The Cent. 25 oktober CD release party Adje Vossig in de Westerunie. Even klikken, even liken en dan krijg je dit geweldige pretpakketje thuisgestuurd. Like us and you will get us. Futurola. Fashion. Baby nooit overspoeld met designerkleding. Ach ja, wat verwacht je als je moeder Kim Kardashian is en je vader Kanye West? Ze hebben van verschillende merken. van alles Toegestuurd gekregen, waaronder van een custom-made Bambi Jeffinsie shirtje tot de schattige jurkjes van La Vinci. Beyoncé en JC tasten diep in de buiden voor Baby Northwest. Onlangs waren ze op kraamvisite bij Kim Kardashian en Kanye West. En hun oogappetje Noord natuurlijk. Natuurlijk hadden tante Beyoncé en ome Jay ook de nodige cadeautjes meegenomen voor de kleine. De familiekaarten had maar liefst 5850 euro aan baby-spulletjes geshopt. Waaronder een gepersonaliseerde Dior en zilveren kinderservies. Spotlight. Deze week in de Spotlight: Suri-excuse. Een vernieuwde, totaal vernieuwde, stijlvolle Surinaamse eetent in Amsterdam. Onlangs bezocht het Parool dit Surinaams restaurant en had er een zeer hoge waardering voor. Niet alleen voor de kwaliteit van het eten, maar ook voor de stijl waarin het gepresenteerd wordt. Na Alibé en mezelf zeg ik tegen jullie: Suri Excuse is een bezoekje waard. Prijsvraag. Voordat we naar de prijsvergadering van deze week, nog even het antwoord en de winnaar natuurlijk van vorige week. De vraag was. Wat is de laatste trek van Arbijan en met wie werkt hij daarop samen? Nou, het goede antwoord was Mama heeft made it en hij werkt daarop samen met DigiDex. Het goede antwoord is gegeven door Ramon Mensink. Ja, daar. Ramon, jij hebt hem gewonnen en het Futurolla pakketje komt jouw kant op. De prijs van deze wezen is eigenlijk heel simpel. Ja, check het hier, hier komt hij aan. Hoeveel jaar heeft Mark Jacobs gewerkt voor Louis Vuitton? Als je het goede antwoord weet. Stuur je antwoord niet onder ons YouTube-filmpjes. Nee, stuur het naar driveby.futurola.com. En geloof me, dan maak jij kans op een van deze prachtige Futurola-pakketten. Ja? Dus nogmaals, stuur je antwoord naar driveby.futurola.com. Geef het antwoord. En get some prizes. Oeh! Get some, some prizes, boy. Get some, get some prizes. Ik heb je de scoops gegeven. Ik heb je de 411's gegeven. En ik heb je alle ins en outs gegeven. Ik hoop dat jij volgende week weer gaat kijken. Ja? Ik hoop dat jij mij volgende week weer wil zien. Ik ga mijn verjaardag vieren dit weekend. Ik hoop dat jij een prettig weekend hebt. And people, you know what time it is. You yeah? gotta go, gotta go. <middels> en... Hey. Vergeet natuurlijk niet mijn nieuwe videoclip te kijken. Sky is de Limit Hij is nu uit met Inspiration Orchestra. Bye bye, people! <tied> 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 <tied>